Kijk eens, en zo ziet mijn eitje eruit. Lekker. Om de bosjes heen. Kijk hier, kijk hier, kijk hier, kijk hier, kijk hier. Oh, ja, maar wacht even. Nee, maar hij ging laag. Ja, nee, gaat hij ook. Let maar op, hij gaat straks liggen. En dan gaat hij. Normaal ligt hij helemaal op de grond. Maar... En dan wordt hij gevallen. Leuk spelletje zo. Oh joh, maar ik vind het wel grappig. Want Loffie probeert. Dat is eigenlijk gewoon een tweede keer eigenlijk. Want Loffie probeert het zo snel. Ik ben een beetje gesandwiched. Hij staat ook op beeld ook hoor. Dit is een gegeven met een oog omhoog, met een grote bek omhoog. Ja, leuk man. Alsjeblieft niet op het pad schat. Ga spelen, die knop. Ja joh, laat gaan. Oh nee, nee, die niet. Hi! Die andere is de borstje. Pippi! Beauty! Hi, het was even leuk in spelen met Thij. Hé, Thij? Hey! Ik zie je wat doen, hij gaat helemaal liggen dan. Echt als een soort van. Als je me niet ziet liggen, dan. Ja, maar hun hebben allebei een schutkleur, hè? Ja, ja, ja. Hele goedemiddag allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, en ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 13 december 2023. En het is nu bijna 1 uur in de middag, zoals je kan zien. Ik ben hier bezig met mijn eitje. Ja, want ik moet even gaan eten. Dat lijkt me erg handig, zeg maar. Het is ook wel erg gezond om even wat te gaan eten. Dus dat ben ik dus nu even lekker aan het doen. En ja... En dan straks ga ik weer even de hort op, samen weer met mijn buurman, Michael. En dan, dus dat gaan jullie lekker zien. Dus, even bij deze gloednieuwe vlog. Kijk eens, en zo ziet mijn eitje eruit. Lekker. Ik mag niet klagen, jongens. Kom eens kijken hoe lekker dit is. Oh, lekker, 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 lekker. Yummy. En deze zit erbij van, hey, mag ik eigenlijk ook nog wat? Nee. Je krijgt nou lekker niks, sorry. Maar je wordt wel oud. Ja. Yeah. Dat hoort erbij, hè? Ouder worden, hoort erbij. Ja, hoort erbij. En vanuit de dierenvoedselbank zijn we dus bij Hornbach, Hornbach, Hornbach. Oh, wat leuk. Nou, ik vind er geen zak aan. Ik vind er echt geen zak aan. Geef mij maar gewoon weer lekker de lente. Lekker, gewoon lekker de zomer. En niet al die tierenlatijntjes. Schrei uit. Ik vind helemaal niks. Ik dacht eerst dat hij heel rustig rond ging draaien, omdat we erop afliepen. Maar nee, dat is niet zo. Oh. Nee, houtkorrels. Nee, hoef ik ook niet. Nee. Zo. En jij moest hebben? Een grote zak van de auto. Een grote zak? Oh. Heb je een zak dan? Ja, nee. Nee, deze. Nee, niet die. Waarom haal jij en zo duur? Niet duur. Waarom haal jij zo duur? Niet duur. Wel duur, want dit is hoeveel kilo? 10 kilo. Ja, nee, 10 kilo. Dat weet voor ik. Hoeveel? 42 euro. Maar... Ik vind dat nogal duur. Ja, maar hij schijt er goed op en hij blijft ook gewoon nog slank. Waarom haal je niet gewoon Aldi voer? Omdat Aldi voer hij in de scheiderij raakt. Hij kan dus niet tegen... Hij heeft niet per se dat hij een dieet heeft. Maar ik heb, je weet toch die Broek, ja, maar Emma, dan moet je het eerst gewoon eens mengen met dit. Nee, en dan gewoon rustig aan opbouwen. Met... Ik snap hem, maar tot nu toe doet hij het goed. Dus dan okay. Ik, ja. En ik doe ook gewoon 2 bakken per dag. Hè.
Ja, oké. Okay. Zit je niet dat je nog even om... Kijk, heb je nou die benefoon, dan ben je gewoon echt gewoon heel veel kwijt. Ja, oké. Okay. Je zit op de verkeerde kant, want ik denk dat dit kat was. Nee, dit is hond. Ja? Oh, nee. Nee. Sorry. Sorry. Maar het is wel grappig, want de zakken lijken gewoon hetzelfde. Hier zijn we, hier moeten we zijn. Nee, ja. Ik kan ook wel zeggen van oké, is goed, ik hou bijvoorbeeld zo'n fokker. Want fokker is ook een goed. Jawel, weet fokker ik wel. Echt, als je die geeft, zeg maar, dan, maar ja, 20 kilo. En dat is 49, maar dan heb je dus ook wel andere die ik heb. En dat is dan weer deze, dat is weer light en sterren. Ja. Ja. En dat is 13 kilo, dus dan zit je ongeveer. Die was. En jij hebt die. Die daar, die daar. Deze, ja, deze. Die of die andere. Ligt okay. Niet aan welk, maar ik doe gewoon, je hebt NutriFit eigenlijk. Maar... En de M en de L. Ja. Maar eigenlijk heb ik die WeightFit, want dat heb ik zien van, oké, okay, als paard. Ja, oké. Okay. Want hij, natuurlijk, die WeightFit heb ik eigenlijk niet eens meer nodig. Ik kan ook zeggen, weet je wat, hij rent veel, ik hou NutriFit erin. Want zeg je nou, oké, okay, ik ben een hele dag thuis, dan zeg ik wel, oké, WeightFit. Ja, oké. Okay. Want dan is het dat hij minder beweegt. Maar ja, kijk hoeveel die rent nu. Lekker veel. Eigenlijk zeggen van, ik hou gewoon zo'n NutriFit. Nou, dan, en dan moet je die meenemen, kom. Wat bedoel je met L dan? Oh, je bedoelt brokken bedoel je? Nee. Qua gewicht L en een M. Ja. M is van 10 tot 30 kilo. Nee. En de L is van 30 tot 80 kilo. Ja, maar wat is het verschil? Is dat dan een andere broek of zo? Want het gewicht is toch... Dat maakt geen reet uit. Het is alleen de foto. Ja. Gewoon en gewoon pakken en die je altijd wil hebben. Punt, klaar, NL. Evenhond bedoel, die had mijn buurvrouw. En Sint-Bernard. Ah, zie je. Dat was het. Ja, buurvrouw, die nou, mensen, als ik het niet goed heb, dan hoor ik het ook graag. Want volgens mij is dit nog altijd in Sint-Bernard. Mag even kijken de foto van bij jou. Goed. Volgens mij is dit nog altijd in Sint-Bernard. Maar mocht ik het fout hebben, laat het vooral even weten. En, ja? Pupioenaar kan ik ook niet. Nee, hoeft ook niet. Kom, lopen. Nee, lopen. Anders krijg jij weer en te veel prikkels. Ja, dat zeg ik. Lopen. En nee jongens, ik poes hem niet, nee hoor. Ja, ik ga bijna de hooibaan naar me toe gooien. Heeft hij af en toe een beetje nodig en dat weet ik van hem. Ja, dat vind ik ook niet erg. Horen jullie het nou? Hij vindt het ook niet erg. Als ik vroeger heen ging, dus ik weet wel dat de zee is, nou loop ik gewoon hier, niks aan de hand is. Nee, daarom. Gewoon... Oh. Daar kun je ook je kat in duwen. Nee joh, je meent het. Man. Dit is cute. Nee, daar, en daar wordt Loffrey helemaal gek van. Ook. Dan pakt hij ook al die andere schoenen in. Is dat zo? Ja. Is dat zo? Zeker. Nou, u komt dus ook nu gelijk in mijn vlog terecht. Ja, dat is zo. Ja, als je ermee gaat bemoeien, dan pleur ik je er ook op ook. Ben ik heel makkelijk in. Jawel, maar op zich is het ook niet erg. Dus nee. Echt zeg van, je doet het verkeerd of zo, weet je. Dus. Nee. Nou, kom, anders krijg je weer te veel. Kom. Oh nee, ik ben gewoon rustig aan het lopen. Ik ben gewoon te rustig aan het lopen. Ja, ik heb niet... Ja, ja, en jij in rustig lopen. Nou ja, tuurlijk, ik jongen. Linkerteen aan de rechterkant, zeg maar. Heel goed, maar... Krassa, die kant ergens op. Ja, hier, naartoe. Helemaal goud. Zo, weet ik veel hoe ik loop? Geen idee. Ik loop in de Hornbach. Ja. Welke motor ver van deze? Nou, ik zag het niet meer wel. Zo, maar dan gewoon de vak. Oh, ja, als die badalarm af was gegaan, hè. Ja, het is ook. Ik vind het leuk, hoor. Dan ben ik weer zo netjes om dit te noemen. Niks aan de hand, niks aan de hand. Ja, ik kan er niet tegen. Nee, nee. Jij ook, ik ook. Fuck off. Ik kan er niet tegen zien, maar dan... Nee, dat snap ik. Ik was ook. Ik die erg of zo, dan denk ik... Mijn hele fucking deur. Nee, echt hè. Nou, wij, hij gaat betalen en jullie zien ons zo meteen wel weer. Heb je haast? Ja, tuurlijk, altijd. Jezus, man. Wat? Nou ja, die troep of dat gaat oud dan. Nee, tuurlijk niet. Maf, echt niet. Ben je niet gerukt? Ik was in slaap gevallen. Was je in slaap gevallen? Ik wel. Yay! Ja, die zit niet goed dicht. Nee, nu wel. Nee, dan ben je te duf als een konijn. Yo, was je zo duf als een konijn, jongen? Ja. Nee, maar
komt omdat je dus... Hallo. Ik kwam in die auto. Nee, gaan we niet doen. Waarom niet? Ik omdat ik dat niet wil, .nl. Haha. Nou jongens, wij gaan er van tussen. Ja. Nou, en hoe was het om te zeiken? Dus, jullie gaan het niet zien als we nog aan het zwemmen zijn. Nee. Ik vind hem niet leuk. Nee, het is veel te druk. Dus ik ga de camera lekker wegleggen. En daarna zien jullie het vanzelf wanneer wij weer terug zijn. Ja. Wat is mijn lamp? Daar lig ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.